Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Silfani Kasanpawiro. We praten over het feit dat zij Mrs. Grand Suriname is geworden. Wat dat precies inhoudt, want ik weet er helemaal niets van, dat gaat Silfani vandaag met ons sharen. What we need is a little Q-Time. Goeiedag Silfani, welkom in Q-Time. Hi mevrouw Ede, dankjewel. Hartelijk dank voor de gelegenheid. Oké, je bent zo'n mooie dame, dus ik vind het helemaal niet vreemd dat je miss bent geworden. Maar eigenlijk ben je missus geworden. Missus. Laten we eerst even kennis maken met jou voor we daarover gaan praten. Vertel ons wat meer over jezelf. Ik ben Silfani Munchi, ik ben de moeder van 3 kinderen. En in het dagelijks leven hou ik me bezig met het importeren, distribueren en verkopen van Mustika Ratu producten, welke afkomstig zijn uit Indonesië. Dus verder ben ik ook nog, zit ik ook nog in de aannemerij. En dus ik ben er bezig bij, ik ben constant bezig. Ik ben niet iemand die wil zitten, dus tijdens de COVID-periode was ik echt een beetje, zeg maar, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik werd boos, ik werd gestrest. Eigenlijk alles zo'n beetje, want ik ben niet iemand die blijft zitten, gewoon thuis. Dus zo iemand ben ik eigenlijk. Dat is Silfani Munchi. Oké, wauw. Ik ben ook make-up artist. Ik heb dit ook al ongeveer 10 jaar gedaan, make-up artist zijn. En dit heb ik gedaan in organisaties, pageants, Suriname Fashion Week. Ik zat in verschillende organisaties om. In feite ook in die pageantwereld, rondom de pageantwereld, voor make-up in feite op de background. Ja, oké. Wauw. Oké, interessant verhaal. Want dan op die manier ben je dus bij de pageants gekomen. Maar boy, je bent missus geworden, maar je zou gewoon zo door kunnen gaan voor een miss. En een moeder van 3 echt? Kinderen, oké. Wow. Dus de wereld is oneerlijk verdeeld, maar het is niet zo erg. Nee. Ik accepteer dat. Dankjewel voor die... En dan ook nog eens zo'n stoer beroep, weet je? Oké, very nice. Leuk om te horen. Maar corona heeft jou een beetje ongedurig gemaakt, zeg maar. Eigenlijk, ja. En wat heb je daaraan gedaan? Ik heb eigenlijk hard gewerkt, hoor. Ik heb hard getraind. We hebben in feite echt dag en nacht gewerkt. We hadden een hele periode waar we niets konden doen met COVID, maar daarna hebben we opgepakt. Dus moesten we echt dag en nacht hard trainen voor onze show, naar de dag van de show toe. Dus ik heb echt hard getraind. We hebben echt hard samengewerkt ook. Oké, en als je praat over dit mooie project. Als je praat over de show, dan praat je dus over het Mrs. Grant Suriname project. The Kissing, ja. Oké. Wat is dat? Ja. Ik heb echt nog nooit ervan gehoord, hoor. Dus vertel me daarover. En dit is de eerste verkiezing voor vrouwen, internationaal in feite, dat plaats heeft genomen op zondag. Dat is afgelopen zondag, een week terug. Oké, pas. Ja, dat is een week terug, ja. Ja. En gisteren had ik de uitreiking van mijn certificaat en nog andere prijzen die we gewonnen hadden. Maar ik heb hier ook dit. Ik heb het ook in de buurt gezet. Dit is een houtsnijwerk. Ja. Uit Suriname neer gegaan? Ja. 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 Oké. Maar wat houdt Mrs. Grant in eigenlijk? Het is eigenlijk een verkiezing voor vrouwen die getrouwd zijn, gescheiden zijn, die al kinderen hebben. Dus boven de 22, 24 jaar tot en met 40, als ik me niet vergis, tot en met 45 hoogstens. En ja, die in feite Suriname kunnen gaan vertegenwoordigen in het buitenland. Dat houdt zo'n Miss Pageant in. Oké, dus je mag in principe meedoen met het internationale festival van Miss Grand International. Ja. Okay. Dat wordt gehouden in Myanmar. Mm-hmm. Dat is dus 1 januari, de eerste week van januari. Ja, ja. Oké. En ga jij ook naar Myanmar? Ja, ik vertrek de tweede week in december. Tweede week van december vertrek ik naar Myanmar om Suriname te gaan vertegenwoordigen in Myanmar. Oké. En wat houdt de pageant precies in? Is het eigenlijk gewoon net een Miss Pageant zoals we die kennen? Dus de beauty, de questions, de charm. Ja. En wat is het verschil tussen de Miss en de Misses? Waar zie je dat verschil? Ja.
Bij een Miss Pageant heb je eigenlijk is een Mrs. Pageant alles, maar heb je dan geen bikini ronde. Wij hebben geen bikini ronde, we hebben gewoon de introduction ronde, we hebben onze choreo in Suriname hebben wij dat samen gedaan en in het buitenland zullen zij dat ook weer anders hebben hun choreo. En dan heb je ook de talentenronde en de vragenronde. Dat is het ook. Het is eigenlijk hetzelfde, maar behalve dat je in bikini gaat lopen. Is eigenlijk, deze pageant staat voor in feite vrouwen ondersteunen, vrouwen sterker maken, onderling vrouwen helpen. En dat is eigenlijk de bedoeling van deze pageant. Is om vrouwen te stimuleren eigenlijk, om niet te vinden van hey, het stopt hierbij wanneer ik een kind al heb gehad of wanneer ik ben gescheiden. Het stopt dus niet bij, bij deze. Okay. Hoeveel Surinaamse dames, vrouwen, hebben meegedaan aan de Surinaamse versie van Mrs. Grand Suriname? 11 lieve en mooie vrouwen hebben meegedaan. Ja, 11 hebben meegedaan. En we hebben een hele hechte band opgebouwd. Met de meeste van ze zijn we dus samen naar de trainingen geweest. En hebben we een hele mooie band opgebouwd in feite. Ik mag ook erbij zeggen, ik heb het gezien bij de Miss Pageants. Ik heb daar heel veel tranen gezien, heel veel stress gezien. Maar bij ons vrouwen zie je dat niet echt. Omdat wij hebben een klein beetje levenservaring meer. Waardoor we dan een klein beetje sterker zijn. En dus dat heb ik kunnen merken, of dat heb ik kunnen zien hoor. Ja, het is meer volwassen band, hè? Het verschilt, ja. Ja, ja. Mm-hmm. Ja oké. Okay. Maar hoe vind je het dat je gewonnen hebt? Had je het verwacht dat je zou winnen? Ik ga u eerlijk zeggen, eigenlijk iedereen die meedoet aan een pageant wil winnen. Natuurlijk, anders wil je niet winnen. Anders kan je gewoon thuis blijven zitten, je weet toch? Naar kijken, naar tv. Ieder, ik ga u eerlijk zeggen, het was ook een droom van mij. Ja. Ergens. Ja, natuurlijk. Als je met glamour en met make-up bezig bent, ja, dan zit het er wel een beetje in, denk ik. Ja, toch als je het hebt gezien van ver op de achtergrond, dan denk je van, hey, wat maakt zo iemand mee? Of wat gaat er in zo iemand om? Of wat is de ervaring die de persoon opdoet op dat moment? En zo. Dus voor mij was het echt, ik doe mee, ik moet in die top vallen. Ik weet niet hoe, maar ik ga mijn best doen om in die top te vallen. En mijn naam was het laatst. Ze hebben het laatst opgeroemd bij de finale van de top 6. Dus tijdens de 1, 2, 3, 4, 5 was ik echt zweten van jongens. Weet je, oké, want ik had ook tegen mezelf gezegd, het is één keer dat ik meedoe. En ik wil het gewoon meemaken en weten hoe het is. Maar ik wil alsjeblieft ergens in die top belanden. Alles op de 6e plaats. Gewoon voor jezelf, hè? Voor je eigen gevoel, denk ik. Dus dat denk ik wel belangrijk. Ja. Ik denk dat iedereen dat okay. zou willen. En ik toch eindig iedereen... je helemaal bovenaan. Zo zie je. En de laatste zullen de eerste zijn. ik heb geprobeerd mezelf te zijn op dat moment. Ik heb echt geprobeerd. De trainers hebben ons altijd gezegd, als je op een stage bent, het is heel anders. Want soms kan je zelfs niet nadenken, omdat er heel veel mensen zijn om je heen zijn. Ja. Alle ogen op je gericht, hè? Ja, ja mm-hmm. alle ogen op je gericht. En heel veel geschreeuw en alles, weet je. Want ze juichen voor je, ze supporten je. Ja, ja. Maar dat heeft me in feite ook sterker gemaakt. Ik had een hele leuke vriendenkring daar. Ja. En ik kon mezelf zijn. Leuk, gezellig. Ja. Wanneer is de internationale pageant precies? Precies weet ik het nog niet zo zeker. Maar je gaat wel midden december weg. Ja, dat is wel zo. Ja. Omdat ik vandaag nog ook een vergadering heb. Okay. Dus vandaar dat ik nog niet precies kan weergeven wanneer het precies is. Maar je bent dan minimaal een maandje weg of zo? Ja, ongeveer, ja. Ja. Dus december ben ik niet, voor oud opnieuw ben ik niet in Suriname. Oké, maar dat wil zeggen, 3 kinderen, bedrijf, man, familie, ik weet het niet. Ja. Wat gaan we doen met die voor een maand? Huh? Ze gaan het even zelf uitzoeken. Nee, ik neem mijn man mee. Oh, oké. Geweldig. Nee, ik neem hem mee, want hij is hij is de grootste persoon die me alle support gegeven heeft. Okay. Hij is echt... degene die zegt van, hey, je gaat het, kom, we gaan het doen. Weet je, hij staat echt achter alles. En de kinderen gaan naar oma?
Ja, Ja. de kinderen. De Oké, kinderen. leuk. Leuk, heel erg leuk. Oké, Ja. Sylvani, hoe bereid jij je voor op Myanmar? Dat is de laatste vraag die ik nog kan stellen hier, want mensen wuiven dat ik moet stappen met praten, je weet dat. Dus, Oh, oké. Okay. Ja. dus ik wil dat wel Oké, graag weten. ik ben nu elke dag bezig met privé-trainingen Ja. voor wat mijn talent betreft. Wat is je En talent? mijn talent is Isis Wings Ja. met belly dance Oké, wauw. gecombineerd. Ja, Oké. dat zou mijn talent zijn. En Spannend. ik volg ook de trainingen, dus looptechniek, Ja. vloeiend Engels praten. Dus, dus ik Oké. ben gewoon elke dag Dus je bent bezig met echt mijn aan het voorbereidingen. voorbereiden. Jammer. Ja. Ik Oké. wil Suriname echt trots maken. Ja. Oké, very nice. Nou, ik weet met alle effort, denk ik niet dat je ontevreden mag zijn over de inzet in ieder geval. Je stevend Ja. erop af. Je hebt nog 2 maanden tijd, dus dat moet goed komen. Ongeveer, En met de dedication ja. en alle dingen die je al tot nu toe mee bezig bent geweest, dat komt goed. Echt waar. Maak je niet druk Ja, het komt daarover. goed. Ja. Ja, dank u Nee, wel. zeker weten. En als je Ja. even natuurlijk en even charmant bent als in dit gesprek, weet ik zeker dat ook dat je zal meehelpen tot naar de eindstreep voor Suriname. Dank u wel. Heel erg veel succes toegewenst. Blijf hard trainen. Laat ons weten hoe het daar is geweest. Dus we zullen je weer bellen dat je al je ervaringen en je foto's met ons kan sharen als je terug bent. Ja, zeker, mevrouw Odetta. Ja? Oké. En Dank u we wel voor de duimen voor je. gelegenheid. Graag Ja. gedaan. Is Oké, goed. Dankjewel, groetjes. Stefanie. Bye bye. Dat was het gezellige gesprek met Silvani Casanpaviro. Ze heeft een hele spannende tijd voor de boeg. En heel erg flink van haar dat zij heeft meegedaan aan zo'n pageant. Ik wist niet eens dat het bestond, maar nu weten we het samen. En natuurlijk moeten we samen ook gaan duimen voor haar en haar ervaringen. Want Suriname zal ze op de kaart zetten, hoe dan ook, in het buitenland Myanmar. We houden dat dus in de gaten en houden ook u op de hoogte. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar Q-Time. En tot de volgende aflevering. Goeiedag.